Goedemorgen. Op deze zonnige morgen. Het is iets anders dan voorspeld. Er was alweer regen en onweer. Er werd alweer een code geel of zo afgegeven. Tenminste bij ons in de regio. Maar ik heb er niks van gemerkt. Dus het zal allemaal wel meegevallen zijn. En nu is het best wel stralend zonnetje eigenlijk. Dus nou, vrijdagochtend 5 mei, bevrijdingsdag. Dat wordt nu om de 5 jaar gevierd. Dus volgens mij is dit een jaar dat het niet zo hevig gevierd wordt. Hoewel ik wel weet dat hier en daar toch allerlei activiteiten zijn gepland. En evenementen ook nog wel, denk ik. Misschien zijn er ook nog wel heel veel mensen vrij, wie weet. Dus, maar het blijft toch altijd wel even een dagje om bij stil te staan. Dan is het ook nog eens volle maan vannacht. Vandaag eigenlijk. En een gedeeltelijke maansverduistering heb ik ook nog ergens gelezen. En dat brengt altijd even met zich mee. Als je je wat moeier voelt vandaag. Wat meer, de maansverduisteringen brengen altijd een hele aparte energie, aparte sfeer met zich mee. Dus het zijn allemaal een beetje dingen bij elkaar die toch meespelen in de energie. Ook al vieren we dit jaar geen bevrijdingsdag, of in ieder geval niet uitgebreid en niet landelijk. Toch die energie pakken we mee, net als de energie van gisteren uiteraard. Met de herdenking, en ook al doe je dat niet actief. Het pruttelt toch ergens in je achterhoofd. En ik heb toch de indruk dat het toch ook een beetje van... het is ons zo meegegeven, hè, dat je dat toch ergens ook meeneemt. Ook al doe je dat niet bewust, je neemt dat toch ergens mee. Ik vind dat een hele goede zaak. Ik heb verder niet behoefte om deze uitzending daarna heel diep op in te gaan. Iedereen weet waar het over gaat. Maar ik vind het toch altijd even mooi om bij stil te staan. En ook mooi om deze 2 dagen toch altijd even, even bewust te worden van wat ook kan. Goedemorgen Joke van Nelsen, je bent de eerste vandaag. Ik ga vandaag de kaarten leggen. Ik heb deze weer de tarot van de dierenriem voor de kaartleggingen voor vandaag. En ik heb van de week, heb dinsdag al een beetje kaarten met het thema volle maan getrokken. En ik ga nu gewoon echt even voor deze volle maansperiode de kaartjes leggen. Misschien wel even gewoon voor vandaag, de energie van vandaag. Omdat we natuurlijk best wel veel energie op elkaar gestapeld krijgen. Vooral die gedeeltelijke maansverduistering. Dat maakt al dat het wat zwaardere energie wordt. De volle maan die staat in Schorpioen, heb ik gelezen. Nogmaals, ik ben geen astroloog. Ik ben niet super op de hoogte van astrologie. Maar ja, ik lees dan altijd even, oh, het staat in teken Schorpioen, wat een waterteken is. Wat dus een teken is van de gevoelens, de emoties. En vooral de schorpioenen, die zijn altijd heel diepgravend in hun gevoel. En de schorpioen staat ook vaak dat wat in het donker leeft. Hè? Als je kijkt naar letterlijk een schorpioen. Nou zijn er heel veel soorten schorpioenen die allerlei verschillende levensmanieren hebben. Of levensstijlen, voor zover je een schorpioen een levensstijl kan hebben. Maar de meeste die leven toch ergens in de schaduw onder een grotte of onder rotsen. Dat wil zeggen, hè, als je dat een beetje vertaalt naar de tekenschorpioen, het sterrenbeeldtekenschorpioen. Dan zijn er toch vaak de dingen die in het duister verborgen blijven liggen. De schaduwen en geheimen die bovenkomen. Schorpioen staat in connectie met de planeet Pluto. En Pluto die staat weer in verbinding met alles dat wat in het duister ligt. In de schaduwen verborgen ligt. En het kan dus zijn dat er heel veel dingen bovenkomen. Ook in jouw eigen emotionele leven. Ook al ben je geen schorpioen. Hè, het geldt voor iedereen. Maar voor de schorpioenen geldt het gewoon een klein beetje wat meer. Dat al die, die emoties, al die gevoelens die verborgen liggen, herinneringen, dingen die
die we eigenlijk niet hebben kunnen of willen voelen, dat die dus naar boven kunnen komen. Dat kan maken dat de energie wat pittig wordt, wat zwaar wordt. Hoeft niet, maar het kan. Dus vandaar gaan we daar even de kaartjes op leggen voor de volle maan. En ik leg ook vaker uit, hè, je kan die volle maan, of sowieso de maanenergie gebruiken om je doelen te zetten en om je om te manifesteren rond de volle maan. Nou, dat kan dus vandaag. Je zou dan een ritueeltje kunnen doen waarin je, dat kan ook gewoon in je hoofd, hè, je hoeft geen attributen te gebruiken. Maakt het wat krachtiger misschien, maar het is niet nodig. Het is niet essentieel, laat ik het zo zeggen. Dat je bijvoorbeeld alles wat je de afgelopen tijd verborgen hebt gehouden. Of het is een mooie tijd om schaduwwerk nu te doen ook. Vooral omdat die in het teken van schorpioen staat en de schaduwen belicht. Volle maan is betekent bij uitstek of een energie bij uitstek om dingen achter je te gaan laten. Dus je kan ook alles wat je weer geprocessed hebt de afgelopen tijd. Alle dingen die je weer die boven zijn gekomen waar je mee aan de slag bent gegaan. Is nu een mooie maanfase om die dingen achter je te gaan laten. En ook een mooie maanfase voor dankbaarheid. Dus gewoon dankbaarheid in het algemeen. Dingen waar je dankbaar voor bent. Dingen waar je blij mee bent. De volle maan, dat zegt het al. Hè? Dingen zijn tot volheid of tot wasdom gekomen. En vaak als je echt bewust werkt met die maansenergie, kan het zijn dat rond de volle maan jouw wensen manifesteren. Of in ieder geval stappen toe als jouw. Dan kan het zijn dat er stapjes, kleine stapjes naartoe. En dat je gaat merken dat je de stapjes, hè, dat die gemanifesteerd zijn. En dat je toe bent aan je volgende fase van je plan, voor zover je een plan hebt. Maar en daar mag je je dank voor uitspreken, daar mag je dankbaar voor zijn. Dus daar is de volle maan, is daar je kan het altijd doen. Het is niet zo dat dat aan de volle maan vastgebakken zit of aan de maan vastgebakken zit, beslist niet. Je kan dat altijd doen. Je kan wanneer je ook wil, kan je dat dingen loslaten. Wanneer je wil, kan je dingen verwerken en een plek geven. Maar de maanenergie, die geeft het gewoon extra boost. Die geeft gewoon extra energie, extra power eraan. Dus zo dat is hoe je de volle maan kan gebruiken. Of de energie van de volle maan kan gebruiken. Heintje, goedemorgen. Dankjewel voor het delen. Er zitten een aantal mensen te kijken. Welkom. Facebook zie ik een aantal mensen die meekijken. Welkom, leuk dat je er bent. Via YouTube als je meekijkt. Welkom. En ik ga dus kaarten leggen op de volle maan van vandaag. En ik hou altijd meerdere periodes aan. Dus die volle maan daar rondom. Ik zeg meestal dag ervoor en de dag erna. Maar anderen zeggen weer van nee hoor, de volle maansperiode is eigenlijk al een paar dagen geleden begonnen. Dus, hè, en die eindigt ook weer na het weekend zo'n beetje. Dus als je gebruik wil maken van die volle maanse energie en je hebt bijvoorbeeld vandaag geen tijd, dan kan dat morgen of overmorgen ook nog. Uiteraard bepaal jij dat helemaal, maar het kan. Die fase kan je wat meer uittrekken. Het is niet afhankelijk van één dag. Dus daar ga ik een kaartje voor trekken. En als mensen vragen hebben of je wilt weten hoe het dan met jouw persoonlijke ontwikkeling zit. Of met de liefde of met relaties. Dan mag je optie 4 kiezen. Bij ons staat nummer en dan optie 4. Dan kom je hier nu direct bij mij in de uitzending. En vorige week had ik iemand in de uitzending. Dat was heel mooi, heel leuk. Dus wees welkom in de uitzending, zou ik zeggen. En je mag anoniem blijven. Je hoeft ook geen vraag te stellen. Maar dan kan ik nu hier direct voor jou persoonlijke kaartjes trekken. Na de uitzending, altijd heel eventjes een breekje. Maar na de uitzending ben ik ook aanwezig op box 290. Zit ik aan de telefoon en kan je mij ook gewoon bellen. Dat is helemaal privé. En dan kan je ook al je vragen aan mij voorleggen. En ik moest nog iets meer zeggen. Maar ik ben heel even mijn draad van mijn gedachten kwijt.
Oh ja. Uiteraard heb ik natuurlijk ook een heleboel collega's. Ik zie ook Maureen, goedemorgen, lief dat je meekijkt. En nu zit online Rinette. Dus mocht je vragen hebben, maar ja, hè, ik ben tarotist onder andere. Ik ben ook medium coach, therapeut ook. Maar ik heb natuurlijk ook een heleboel collega's die allerlei andere disciplines hebben. Die ook tarotkaarten kunnen leggen, of de Lenormandkaarten, of allerlei andere hele mooie orakelkaarten. Die zie ik ook heel vaak voorbij komen in de uitzendingen. Dan kan je ook altijd mijn collega's raadplegen. En ik weet niet altijd van iedereen wat ze precies doen. Maar wat ik wel weet is dat het allemaal experts en toppers zijn in hun vak. Dus ook die kan je raadplegen. Goed, dan ga ik aan de slag met de kaartjes. Even nogmaals herhalen, ik trek geen persoonlijke kaarten in de uitzending. Maar ik trek gewoon kaartjes onder het mom van, ik ga nu dan even voor die volle maansenergie de kaarten leggen. Het is 5 mei, we zitten toch in een bepaald soort energie. En als ik nog tijd over heb, dan gewoon in het algemeen, wie de schoen past, die trekt hem aan. En als je echt een persoonlijk kaartje wil voor jou specifiek, dan mag je bellen in de uitzending op optie 4. En dan daar straks naar de uitzending ben ik ook aanwezig. Dus dat waren weer de huishoudelijke mededelingen. Ik wil even kijken wie er. Even kijken. Sophia, goedemorgen. Sophia zegt, ik ben bezig met manifesteren, wil zo graag een ander huisje. Weet niet of ik het goed doe, maar ga zeker gebruik maken van deze volle maan om dankbaar te zijn en oud zeer achter me te laten. Hartstikke goed. Ja. Ja, zo kan je dat gebruiken, hè? Dat, ja, je kan het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Je kan voor jezelf een heel ritueel van maken met, soms doe ik dat wel eens met kaarsen. En je kan een wierookje branden en je kan hè, dat waar jij dankbaar voor bent, maar ook de dingen die jij achter je wil laten, kan je opschrijven. Je kan het schrijven op een blaadje papier. Wat ik ook heel vaak zie en zelf ook gedaan heb, is dat je gedroogde blaadjes laurier neemt. Als je ze zelf hebt gedroogd, zorg dan dat ze plat liggen, zodat je echt platte, mooie platte blaadjes hebt. En als je ze gewoon koopt in de winkel, wat ook helemaal oké is. Dan komen ze vaak al mooi plat in zo'n verpakkingje, zo'n hele bladen. En op die blaadjes laurier kan je je wens schrijven of dat wat je achter je wil laten. En dat verbranden. En dan doe je dat het liefst veilig in een brandveilige schaal, uiteraard. En zorg niet, probeer met een tangetje dat blaadje in de vlam, gewoon in de kaarsvlam te houden. En dan in een vuurvaste schaal. Laten doorbranden, maar pas op voor je vingertjes. Dus gebruik iets van de tang of een pincet of zo om dat te doen. Ik heb één keer, ik heb die ervaring. Ik ben ook niet altijd even slim. Ik doe dat blaadje laurier zo en dan, auw, dat brandt. Ik had niet verwacht dat die zo, poef. Een goed teken is als dat blaadje laurier echt stevig vlam vat en echt soort bijna, ontploft is een groot woord, maar echt. Zo, voep, in één keer wegbrandt, dan is dat een teken dat je wens is gehoord en dat die wordt gemanifesteerd. En als het wat trager brandt, hè, dat je moeite hebt om dat blaadje goed te laten branden, hetzelfde geldt trouwens voor papiertjes, dan mag je dat als teken opvatten dat het komt, maar het duurt wat langer. Je moet even wat langer geduld hebben. Gewoon maar even wat tips. Maar wil je dat allemaal niet doen? Want dat hoeft helemaal niet. Dan kan je dat gewoon in je hoofd en in je hart kan je dat gewoon ja, daarvoor ja, manifesteren, visualiseren eigenlijk meer, hè? Visualiseren of voelen of gewoon even stilstaan bij. Hoeft maar 5 minuutjes te zijn. Oké, nou. Oh, Joke van Belzen zegt leuke tips. Ja, dat vond ik ook. Het zijn inderdaad leuke tips. En dat met die laurier, dat werkt heel goed. En dat geeft ook een heerlijke geur. Tenminste, je moet de geur wel kunnen waarderen, zeg maar. Ik kan niet alle geuren waarderen van planten en wierook. Maar
Laurier vind ik altijd heel lekker. En laurier, als je het opzoekt, als je het even googelt, heeft heel veel, het heeft heel veel betekenissen ook. En ook heel veel gezondheidsvoordelen. Het schijnt echt een goede reiniger te zijn. En het schijnt ook echt even je humeur helemaal op te peppen. Net als basilicum. Basilicum is heel goed als je je down voelt. Rozemarijn ook trouwens. Dus, nou, ik ga met de kaarten, want ik ben weer afgeleid door allerlei ritueeltjes en allerlei tips die dan door mijn hoofd spoken van, oh ja, dat kan ik ook vertellen, dat kan ik ook vertellen. Maar we zijn hier met de tarotkaarten bezig, dus. Even kijken, ik ga even 4 kaartjes trekken voor de volle maansenergie. En de kleine, de maansverduistering, dus een gedeeltelijke, niet een hele. Nou, we beginnen met de schildknaap van bekers. Ja, dat gaf ik eigenlijk net ook al aan, hè, vertelde ik in het begin al. De volle maan staat in het teken van schorpioen. En dat gaat over diepe emoties. Kan ook schaduwen zijn die bovenkomen. Dingen die nog verwerkt moeten worden. Dingen waar we nog niet aan toe zijn gekomen om te verwerken. Of die nog even onder de radar zijn gebleven als het ware. En de schildknapen die geven altijd een, ik noem het altijd de leerlingen, de studenten, de jonge geesten die nog helemaal openstaan voor allerlei nieuwe informatie, nieuwe kennis, nieuwe belevingen in hun gevoel. Want de bekers die staan voor ons gevoelsleven, onze emoties. Wat we voelen. En het kan inderdaad zo zijn dat rond deze volle maan allerlei nieuwe gevoelens, nieuwe emoties naar boven komen. Dingen die we nog niet eerder gevoeld hebben of die we nog niet eerder toe hebben gelaten in onze gevoelswereld. En want er blijven ook altijd onder de oppervlakte in ons onbewustzijn. Blijven ook vaak dingen liggen. Dat ligt daar op zich goed. Hè? Het is niet zo dat je moet gaan graven om dat naar boven te halen. Ik zeg altijd, het dient zich aan op het moment dat het verwerkt mag worden. Het dient zich aan op het moment dat het gevoeld mag worden. En het dient zich ook aan op het moment dat jij sterk genoeg bent om het te voelen. Want sommigen van ons, en misschien wel bijna iedereen, want ik geloof dat wij allemaal ooit, we hebben allemaal ooit trauma opgelopen. Het is nou eenmaal inherent aan de mens. Als je hier een mens bent op deze aarde, dan hebben we altijd trauma. En trauma betekent letterlijk, is een medische term voor een verwonding. En dan heb ik het nu over verwondingen van de ziel. Verwondingen van ons gevoel. Hè? We zijn geraakt in ons gevoel. En dat hebben wij allemaal, niemand uitgezonderd. En de een misschien een beetje meer dan de ander. Of de een heeft misschien wat heftigere dingen meegemaakt dan de ander, maar we hebben allemaal vroeg of laat, vooral in onze jeugd, hebben we van dat soort butsen hebben we gewoon opgelopen. Het kan niet anders. Het kan dus heel goed zo zijn dat je heel veel van die dingen heb je weggestopt, hè, vooral als kind. Je hebt bepaalde conclusies getrokken uit wat er om je heen gebeurde. En voor jezelf besloten, ja, dit gebeurt dus nooit meer. Dus je hebt dit weggestopt, je hebt het in de schaduwen gestopt. En op dat moment is dat eigenlijk helemaal oké. Dat is een prima keuze. Vooral als kind. Hè, je moet overleven als kind. Dus is het helemaal oké als je dat wegstopt. Maar op een later tijdstip in je leven kan dat je in de weg gaan zitten. Of het kan gaan hinderen. Hè. Dat je gaat reageren op manieren die je eigenlijk niet echt wil in je volwassen leven. En ik denk eigenlijk altijd dat als je bezig bent, bewust met het helen van die dingen, bezig bent met het genezen van die dingen, dat ga er niet naar op zoek, ga het niet opgraven. Hè? Want ik ga ervan uit dat ons
systeem, ons brein, maar ook onze gevoelens, onze ziel ook, hè, een beetje een combinatie van al dat allemaal bij elkaar, zo intelligent is, zo slim is, om te weten wanneer bepaalde dingen aan de orde mogen komen. Dus ga niet lopen graven. Het wordt helaas, er is op zich niks mis met therapie, hè, beslis niet. Maar dan wordt er heel vaak gegraven naar dingen die zich eigenlijk nog niet echt aandienen. Die worden naar boven gehaald. En je moet of als therapeut of als klant of beide heel sterk in je schoenen staan om, hè, om dat ook te kunnen handelen, om daar ook mee om te kunnen gaan. Dus het vergt een hele sterke therapeut, het vergt ook zeer zeker een hele sterke cliënt. Als je het wat meer organisch laat ontstaan, als je er weer wat meer laat komen wat er komt, dan is jouw brein en jouw ziel en jouw hele systeem zo slim om te laten komen wat er op dat moment kan komen. Want je bent krachtig genoeg om dat aan te kunnen. Dus komen er heftige emoties boven, ga er dan vanuit dat jij sterk genoeg bent om ze aan te kunnen. Anders zouden ze niet boven komen. Dus hè, dat kan je ook misschien wat meer vertrouwen geven in jouzelf. En nogmaals, therapeuten kunnen daar heel behulpzaam in zijn, kunnen heel goed in zijn. Helaas zijn er ook therapeuten die daar juist meer onbewust door. Hè, ik ga altijd vanuit dat ze toch willen helpen. Er zijn er maar een aantal die geen echte goede bedoelingen hebben. Ze zijn er helaas. Maar de meeste therapeuten ga ik vanuit dat die hartstikke hun best doen om mensen te helpen. Maar het is niet altijd de juiste methode of de juiste manier die ze hanteren. En als je voor jezelf inprent van er mag boven komen wat er boven komt en dat wat boven komt kan ik aan, omdat anders zou het niet boven komen, dan krijg je misschien veel meer vertrouwen op jezelf. En dat je dan alsnog een therapeut of een coach of wat dan ook daarbij laat meekijken of laat helpen, ja zeker. Maar ik ben altijd een grote voorstander voor mensen leren dat zelf te doen. Zoals je niet afhankelijk. Ik ben zelf therapeut, maar ik wil niet dat mijn klanten afhankelijk worden van mij. Dus ik zet ze in hun eigen kracht. Ik wil dat zij zelf leren te vertrouwen op dat stukje wat ik net vertelde. En dat ze daarmee aan de slag zelf kunnen gaan. En dan wil ik ze handvatten en tools meegeven, tips meegeven. Hè, ik geef ze het liefst een hele grote zak mee met informatie en tips en tools. Waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Maar ik ben heel erg voor dat ze zelf aan de slag kunnen. Want dat kunnen wij. We kunnen onszelf helen. We kunnen onszelf beter maken in die zin. We kunnen zelf met onze emoties dealen. Kunnen we. Oké. Nou, dat was de schildknaap van Bekers. Ik zie de kaarten nog niet echt een grote samenhang. Maar dat komt vanzelf als ik ga praten. Ik heb een grote arcana kaart. Dus dat wil zeggen dat er een belangrijk thema speelt. Deze kan ik eigenlijk wel gelijk koppelen. Hè. Als je hem goed kan zien. Ik zie hem op de Facebook vrij vaag. Maar oké. De gerechtigheid. Uit de grote arcana. De kaart van de gerechtigheid. En in de kaart van de gerechtigheid. Als je de klassieke tarot erbij pakt. Dan zien we. In feite zien we vrouwen justitia. En we zien een balans. En ja, ook die zien we hier. We zien het zwaard. Het zwaard is bedoeld, dat zie je op de klassieke tarot ook. Ze heeft een zwaard in haar handen. En dat zwaard is eigenlijk bedoeld als het instrument van oordeel. Als je naar rechters kijkt, die hebben vaak zo'n... Het heeft een speciale naam die ik niet weet, maar ze hebben zo'n hamertje waarmee ze kunnen. Dat betekent iets. Maar dat zwaard is daar vergelijkbaar mee. Het zwaard van oordeel. Hè? En als je weet dat de zwaarde staat voor onze mentale vermogens, intellectuele vermogens. Ook voor het goed afwegen, hè? Gezond verstand gebruiken. En dan zou je kunnen zeggen dat die zwaard van oordeel,
He, dat er een onpartijdig, een onbevooroordeeld oordeel geveld mag worden over de situatie. En die moet eerlijk zijn, die moet in balans zijn, die moet kloppen. Deze kaart geeft eigenlijk aan, heel kort samengevat, je krijgt wat je verdient. Dat kan betekenen dat je dingen gemanifesteerd ziet waar je heel hard voor hebt gewerkt, waar je verschrikkelijk ook voor hebt gewenst en gewild en waar je al je energie in hebt gestoken om dat te manifesteren, dat je krijgt wat je verdient. Nou, dat is natuurlijk heel erg mooi. Het kan ook betekenen dat je krijgt wat je verdient. Ja, niet iedereen zet goede dingen neer. En dat kan ook een keuze zijn. Hè? Mensen kunnen kwaad doen vanuit pijn, vanuit hun eigen verwondingen, vanuit hun pijn. En vaak, ik ga ervan uit dat we inherent toch wel, nou laat ik het zo zeggen, ik ga ervan uit dat we inherent goed en slecht zijn, allebei tegelijk. We zijn goede mensen en we hebben ook slechte kanten. Dat moet in balans zijn, we hebben dat duiveltje en we hebben dat engeltje. En als dat goed in balans is, dan kunnen we op een rechtvaardige manier in het leven staan. Dan kunnen we op een eerlijke manier in het leven staan. En dan kunnen we, dan zijn we in staat om onze eigen fouten te zien. Dan kunnen we in staat om onze slechte kanten, dat kleine duiveltje wat we af en toe ook hebben, om die ook daar wel te mogen laten zijn. Want ik ben wel voor integratie van onze lichte en onze donkere kanten, of van onze goede en onze slechte kanten. Maar dan kunnen we het meer beheersen. Als mensen erg gewond zijn geraakt, erg getraumatiseerd zijn geraakt, kunnen ze vaak in dat slechte stukje gaan zitten, zonder dat ze dat misschien zelf willen. Dan is die balans zoek. Andere mensen kunnen doorslaan naar het goede. Kan dat? Ja, dat kan. En dat is op zich niet erg. Dat zijn natuurlijk hartstikke lieve, goede, deugdzame mensen. Maar daar zit ook schaduw onder. Want ze ontkennen hun negatieve trekjes. Ze ontkennen hun duiveltjes. Hè, hun slechte kanten. Ontkennen ze. En ook hele goede mensen kunnen hele slechte dingen doen. En dat is vaak door die schaduwen. De gerechtigheid zie ik als die balanskaart. De duivel in de tarot zegt daar ook iets over. Hè? Die praat daar ook over. Maar de gerechtigheid die zegt mij iets over dat in balans brengen. En krijgen wat je verdient. Dus ook een stukje karma. Hè, wie goed doet, wie goed ontmoet. En wie slecht doet, ja, hetzelfde verhaal. Maar het gaat om die balans. Dus je kan niet helemaal 100% aan de ene kant zitten en 100% aan de andere kant. Dus ja, zijn er mensen die er voor de slechte kant kiezen, bewust? Ja, die zijn er. Die zijn er. En daar doe je weinig aan. Dat zal ook altijd helemaal, als je echt in helemaal het collectief van de wereld gaat kijken, procentueel gezien kan ik zeggen dat dat clubje klein is hoor. Het is klein. Maar ze zijn er. En ja, misschien hoort dat ook dus bij het aardse bestaan, hoort dat ook bij die balans die gezocht moet worden. Als ik kijk naar die kaart van eindelijk gerechtigheid, en hij betekent nog meer hoor, het kan ook in een legging betekenen dat je met justitie te maken krijgt, in de zin van dat er mogelijk een rechtszaak, dat je ook zelf misschien een rechtszaak moet starten om jou gelijk te krijgen, om te krijgen wat jij waar je recht op hebt, want we hebben ook natuurlijk onze rechten. Dat kan het ook betekenen. Het kan ook betekenen dat je, dat je heel hard gewerkt hebt en daar de vruchten nu van gaat plukken. Hè? Dat je krijgt wat voor jou ook nodig is. Niet altijd alleen maar wat je wil, maar ook wat voor jou nodig is om verder te groeien. Als ik plaats in het thema van deze volle maan, is het nu die manifestatie van al die dingen die je gewenst hebt. En jouw diepste verlangens die je wil manifesteren. En de dingen waar je hard voor gewerkt hebt. Deze kaart zegt ook altijd wel een beetje van, tuurlijk, je krijgt soms wel eens dingen echt in je schoot geworpen. Tenminste, zo denken we. Hè, van, nou, dat kwam echt zo onverwachts. Dat was een onverwachte uitkomst van mijn wens of een onverwachts cadeau.
Ga ervan uit dat daar al een proces of traject aan vooraf is gegaan. Alleen dat weten wij dus niet altijd meer. We zijn altijd bezig met, en mensen willen niks anders, niks liever ook dan groeien en ontwikkelen. Dat zit nou eenmaal in de mens ingebakken. En soms krijg je gewoon een beloning daarvoor. Of het echt een beloning is, weet ik niet. Ik denk dat het iets is wat je gewoon verdiend hebt, omdat je, en je doet het werk, je doet je werk, je doet het. Je gaat door je moeilijke stukken heen. Je gaat, je kijkt jezelf goed in de spiegel aan. Je weegt inderdaad af van, zit ik nou met mijn engeltje of zit ik nou met mijn duiveltje? Ja, en dan lijkt het soms alsof we een soort bij helder hemel ineens een cadeautje in de schoot geworpen. En zie dat ook zo. Zie dat ook zo. Want dat maakt je ook gewoon heel blij als dat gebeurt. Dus zo kan je die kaart ook een beetje zien. Ja, en als je hem gooit in het thema van vandaag, 5 mei, bevrijdingsdag, dan kregen we ook wat we verdienden. Hè? Dus ik kan hem goed rijmen, zeg maar. Joke Zemermin, goedemorgen. Leuk dat je daar bent. De 8 van munten. Ook deze kaart zegt eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus je ziet iemand die heel hard aan het werk is en die heel druk is en eigenlijk zo opgaat in haar werk, zo opgaat in waar ze mee bezig is, dat ze eigenlijk een beetje vergeet te kijken naar wat er al is. Hè, deze zijn al klaar, dit heeft ze al gedaan allemaal. En ze staat letterlijk in brand. Weten we hopelijk inmiddels dat we, dat zijn de aardse dingen van het leven, de materiële dingen van het leven. En wij zijn natuurlijk ook aards en materieel, hè? Ons lichaam is aards en materieel. Dus het kan ook over lichamelijke energie gaan. Kort samengevat gaan de munten altijd over de natuur, het gaat over onze eigen natuur en het gaat over welzijn en welvaart. Dus goed in je vel zitten, goed voor jezelf zorgen ook. En zorgen dat je de middelen hebt die je nodig hebt om een goed, gezond leven te kunnen leiden. En daar werken we vaak ook heel hard voor. Ze is letterlijk echt in passie, gepassioneerd bezig met ja, haar werk, haar levenswerk misschien wel. Hè, het pad waar ze voor gekozen heeft of het pad waar ze toe geleid is. Dat zien we ook in een gewaad, dat is... Ja, oranje, roodachtig, wat altijd duidt op passie en enthousiasme, creativiteit, levenslust, vitaliteit. Ze staat, ja, hè, de vlammetjes boven de hoofd. Haar creativiteit staat in brand. Ze is heel super productief. En met ze bedoel ik iedereen, hè. Hij zei het, was er tussenin, maakt niet uit. Ja, dus... We zijn dan heel hard aan het werk om te krijgen ook weer wat we verdienen. We mogen dus ook even stoppen, even kijken naar wat we allemaal al bereikt hebben. We hebben ook al een hele hoop bereikt. We hebben al een hele hoop gedaan en een hoop ervaring opgedaan. Een hoop kennis opgedaan, een hoop inzichten opgedaan. En alles, en ook middelen. Hè, dit betekent, kan letterlijk betekenen dat je een hoop middelen vergaard hebt. Het kan dus ook gewoon letterlijk duiden op geld. Hey, je hebt het goed, je hebt het niet verkeerd natuurlijk. Je kan misschien nog een stapje verder groeien. Je kan misschien nog wat beter, want we zijn bij 8. Dus er zit nog groei in, er zit nog rek in. Je kan nog van alles bereiken. Maar kijk ook eens naar wat je allemaal al hebt gedaan. Kijk ook eens naar wat je allemaal hebt bereikt. En wees daar dus ook dankbaar voor. Wees daar blij mee. En die sluit dan mooi aan, denk ik, op die gerechtigheid wat je voor gewerkt hebt. En de volgende is de 5 van bekers. En die, ja, die kan ik direct koppelen aan het loslaten. En die 5 van bekers, die stelt ook een beetje, vooral ook in de klassieke tarot kunnen we dat goed zien, die heeft ook vaak betrekking op rouw. Rouw en verlies. En ik leg vaker uit dat rouw niet altijd te maken heeft met de dood. Dat het ook te maken kan hebben. We kunnen rouwen om dingen die we
verliezen, maar we kunnen ook rouwen, een stukje rouwen, om dingen die we bewust loslaten. Wat gek genoeg, het klinkt een beetje, gaat te ver om daar nu heel diep op in te gaan, maar al onze deuken en butsen en verwondingen die hebben opgelopen aan de ziel, aan onze emoties, maar ook soms fysiek, die hebben ook uiteindelijk, hoe gek dat misschien ook nu klinkt in je oren, dat kan ook een voordeel, dus daar kan een kracht onder zitten, daar kan ook een voordeel onder zitten, een positieve intentie onder zitten. En gek genoeg hebben we soms moeite om afscheid te nemen, hebben we soms moeite om afscheid te nemen van de dingen juist die ons belemmeren, omdat ze ons ook iets brengen. En zelfs in het geval van dat je bijvoorbeeld, stel dat je fysiek bent uitgeschakeld. Dat kan ook gewoon tijdelijk zijn, stel je hebt een gebroken been. Dan kan het zo zijn, dat kan ook een positief iets onder zitten. Hè? Ik wil namelijk niet gaan beweren dat alles wat je meemaakt in je leven, alle trauma's die je meemaakt in je leven, dat die ook positief zijn. Het is op zich ook wel zo. Er zit altijd ook een goed kantje aan. Het heeft ook een voordeel ergens. Maar daarmee wil ik niet voorbij fietsen aan het feit dat het ook heel erg heftig kan zijn. En dat inderdaad je beenbreken ook heel pittig kan zijn. Maar stel je nou voor. Je bent inderdaad een hele harde werker. Je loopt maar door, je loopt maar door, je loopt maar door. En eigenlijk vergeet je naar je lichaam te luisteren. De meeste van ons hebben daar wat moeite mee. Je vergeet naar je lichaam te luisteren. Je vergeet te voelen dat je rust nodig hebt. Dat je moe bent. En op een gegeven moment, er gebeurt iets. En je breekt je enkel. Ik zeg maar even wat. Dan word je genoodzaakt om, want je kan niet meer. Het zegt ho, het zegt stop, het gaat niet meer. Dus je bent verplicht bijna om met je pootje omhoog te gaan zitten, zeker de eerste paar weken, om met je pootje omhoog te gaan zitten en even helemaal niks meer te doen. Dus die gebroken enkel, die kan het voordeel hebben dat je de rust krijgt die je nodig had. Neemt niet weg dat je er ook verschrikkelijk veel ongemak van hebt en dat het pijn kan doen. En ik heb, klop het af, nog nooit een bot gebroken, maar ik kan me er iets bij voorstellen dat dat best een pittig genezingproces op gang brengt. En het voordeel is dan dat je genoodzaakt wordt om even die rust te nemen die je zo verschrikkelijk hard nodig had. Dat is een voordeel daarvan. En dan kan het zelfs zo zijn dat in het extreme geval, dat jouw been misschien wat langzamer geneest, of dat je nadat je been is genezen, dus je mag in feite weer gewoon gaan lopen, het zij met krukken of loopgips, of na hoeveel weken, ik weet niet hoe lang dat duurt, gaat je gips eraf en mag je langzaam weer gaan revalideren, dat er zoveel voordeel zit aan die rust, dat misschien het genezingsproces in de weg kan gaan staan. En ook dan is ons systeem weer zo verschrikkelijk slim om te zeggen van, we gaan dat heel langzaam genezen, want dat lichaam heeft meer rust nodig. En dat zijn allemaal onbewuste processen, hè? Dat doen we niet kiezen. Dat doen we niet bewust. Het is niet zo van, ik ga lekker nog langer daarover doen om een gebroken enkel te genezen, want dan kan ik lekker thuis. Nee, het is geen enkele bewuste gedachte komt daaraan te pas. Dat is een onbewust proces. Dus dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld niet kan werken in die periode en dat je na je gips is eraf, in feite mag je weer alles van de dokter, maar het gaat niet lekker. Je kan nog steeds niet goed lopen. Er is op zich geen fysieke reden waarom je nog niet goed kan lopen. Maar het duurt gewoon nog wat langer. Kijk naar wat is het voordeel wat dat jou op heeft gebracht. Als je daar doorheen wil. Kijk naar het voordeel. Je hebt wekenlang rust gekregen. Je hebt wekenlang heb je gewoon even ook iets voor jezelf kunnen doen. Je hebt kunnen genieten van het. Stel, je bent niet gewend dat er voor je gezorgd wordt. Stel, hè?
En op het moment dat jij dus met je pootje omhoog zit, zijn er allerlei mensen. De een doet boodschappen voor je, de ander die maakt eten voor je, die doet dit voor je, die doet. Iedereen is hartstikke lief voor jou. En dat ben je helemaal niet gewend, want normaal gesproken ben jij de zorger, jij bent altijd voor iedereen bezig. Kijk eens wat voor voordeel dat kan hebben. Dat jij met je pootje omhoog zit en ineens gaat iedereen voor jou zorgen. Dat is ook heling, hè? Heling op zielsniveau. Dus dan kan dat pootje wel eens wat langer gaan duren. Jonge Zeemermin zegt, bekers 5, ja, ik wil van het roken afkomen. Ik heb daar behoorlijk moeite mee. Het zit me dwars dat het nog niet lukte, maar het moet. Ja, goed hoor, knap. Je bent stoerder dan ik in ieder geval. Je bent stoerder dan ik. Dus die 5 van bekers, ja, dat gaat dus eigenlijk, ik weidde een beetje uit over hè, elk nadeel heeft zijn voordeel, om het maar even zo te zeggen. Dus dit kan ook betekenen dat die bekers 5, dat je moeite hebt met dingen loslaten. En dat is daar ook een reden voor. Dus ga eens na van, hè, waarom heb ik zo'n moeite? Omdat wat mij eigenlijk hartstikke keihard in de weg staat, of dat wat mij eigenlijk hindert, of dat wat mij eigenlijk nog steeds pijn doet, waarom heb ik zo'n moeite om dat achter me te laten? Heeft het een voordeel? Zit daar een voordeeltje voor mij aan? Levert het mij iets op wat juist weer ook heel positief is? En er wordt heel vaak gezegd van, ah ja, dat doen ze voor de aandacht. Ja, wat is er mis met aandacht? Wat is er mis met aandacht? Vraag het jezelf maar eens even af. Want het kan inderdaad zo zijn dat mensen iets doen voor de aandacht. Dan hebben ze dus hebben ze echt wat gemist in hun leven. En wat is er mis met die aandacht? Wat is er mis met liefdevolle en zorgzame aandacht? Niks. Dus als je dan zegt van, hè, dat is een aandachttrekker of dat doet ze alleen maar voor de aandacht, geef dan ook gewoon lekker die aandacht. Dat is maar een idee, hè? Natuurlijk, we denken allemaal zo, ik net zo. Van, oh ja, komen ze weer. Tuurlijk. Is ook een hele normale, logische reactie. Hoef je je ook niet voor te schamen, is gewoon een hele logische. Maar als je even nadenkt, van wat is er mis met aandacht? Dus kijk naar waar je moeite hebt, deze volle maan, want daar ging het over. Waar je moeite mee hebt, en Joke geeft dus al aan, Joke Zeemermin, dat ze moeite heeft met het loslaten van het roken. Op zich, als ik hem mag invullen voor jou en Joke, maar ik ben zelf net zo verslaafd hoor, dus ik heb nergens een oordeel. Kijk eens naar wat dat roken voor jou oplevert. Kijk eens naar wat een positieve dingetje daarvan is. Ja, we weten allemaal dat het slecht is voor je gezondheid. We weten allemaal dat daar een heleboel negatieve kanten uit. Dat weten we allemaal wel. Maar het kan jou ook iets geven. En het kan je eigen beste vriendje zijn. En stel dat je, ja, het kan een rustmoment zijn. Als ik naar mezelf kijk, als ik aan het werk ben, en dan zit ik boven hier in het hok wat jullie nu ook op de achtergrond zien. Als ik echt bevlogen aan het werk ben, neem ik geen pauze. Ik eet niet, ik drink niet, maar mijn verslaving zegt van, ja, maar we moeten toch eventjes naar beneden voor de peukie. Als ik dat niet zou hebben, dan zou ik dus de hele dag niet eten en niet drinken. Nou ja, nu heb ik dan water bewust, dat doe ik heel bewust, dat ik water naast me neerzet, dat ik toch wat te slobberen heb. Maar hè, als ik in zo'n ding zit, dat ik echt heel gefocust aan het werk ben, dan kan ik mezelf de hele dag vergeten. Maar doordat dat duiveltje zegt van ja, maar we moeten ook even peukie doen, hè. Kom ik dus beneden, denk ik, oh ja, oh, maar ik heb honger. En ik zou wel te drinken lusten. Oh, ga ik toch die dingen doen? Snap je dat het een voordeel kan hebben? Joke van Delzen zegt, ik zei altijd, de Indiaan in mij wil roken. Ja. Ja, dat kan ook, hè. Dat kan ook. Dat kan ook. Maar vooral ook dit soort dingen, hè, verslavingen, die kunnen juist echt ook een hele positieve kant hebben. Echt, kunnen jou een enorm voordeel opleveren. Het kan je bijvoorbeeld een rustmomentje geven, of in ieder geval het idee van een rustmomentje. Het kan je van alles geven. En dat is waarom wij het zo verschrikkelijk moeilijk vinden om los te laten. Want de lichamelijke verslaving van het roken is in feite binnen 3 dagen uit je systeem. Dus dan is het de
mentale verslaving of de psychische of de emotionele verslaving. Dus als je dat voor jezelf, en ik weet dat Joke Zemermin heel bewust daarmee bezig is, dus ik denk dat ik haar niks nieuws vertel. Maar gewoon even voor iedereen die ook meekijkt, van hè, kijk ook wat het je oplevert. En oordeel daar dus dan ook niet over. Joke zegt, jij net zo verslaafd op peukje. Ja. Ja, maar het is mijn vriendje lang en wat te veel geweest de laatste jaren. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, uiteindelijk gaat het je ook opbreken. Hè, het heeft ook een heleboel nadelen. Ja, maar wat we moeilijk vinden om los te laten, is dat voordeel. Als je dat voordeel kan pinpointen voor jezelf, van hè, wat levert het me op? Als je dat voordeel voor jezelf kan pinpointen en dat kan vervangen met iets anders, en dan met iets, bij voorkeur met iets gezonds, want hè, anders gaan we dus weer snoepen, is ook niet altijd goed. Als je dat kan vervangen door een positieve of een gezonde andere gewoonte, of signaal of positief iets, dan ben je er vanaf. Dan kan je het loslaten. Joke van Melzen zegt, geeft ook aarding op het moment. Ja. Ja. Het is heel vaak, het is bijna, ik durf bijna te zeggen dat roken, maar soms ook alcohol, de verslaving is van hooggevoelige mensen. Er zijn heel veel collega-mediums en baronnes die niet roken, nooit gerookt hebben. Maar ik ken er ook heel veel die het wel doen. Omdat het ook... Kijk, tuurlijk, het heeft een heleboel negatieve dingen voor je gezondheid. Ik ga het hier niet zitten promoten. Maar tegelijkertijd, het is ook bescherming. En het geeft ook aarding. Het geeft jouw lichaam dus ook iets wat nodig kan zijn. Dus ook op, niet alleen op emotioneel niveau, maar ook op lichamelijk niveau. Joke van Melzen zegt, toen ik ging stoppen, heb ik een afscheidsbrief geschreven aan mijn onzichtbare vriend. Oh, wat goed. Ja, dat is een hele mooie manier, Joke. Ja. Ja. En dat, ja, dat kan voor alles, hè, in feite. Al die dingen die je wil loslaten. Of echt de gewoontes waar je echt van af wil. Ik heb het natuurlijk heel vaak over hè, dat je dingen soms niet kan loslaten. Of dat loslaten niet echt nodig is, maar dat je het integreert. Dus dat je accepteert voor jezelf. Maar er zijn natuurlijk gewoontes die we echt beter echt kunnen loslaten. En dan is dat sowieso, hè, of het nou over eten gaat, of dat het nou over roken gaat, of dat het over drinken gaat, of dat het over gewoon een andere gewoonte die misschien helemaal niet ongezond is, maar die je gewoon niet meer wil. Hè, die hebben we ook natuurlijk. Van nou, ik wil dit gewoon niet meer. Dan is dit een hele mooie. Schrijf een afscheidsbrief. En benoem daar ook in hè, alle mooie dingen en alle mooie dingen die jullie samen beleefd hebben, zeg maar. Sophia zegt. Bij mij ging alle ellende niet over aandacht, maar jaloezie. Ik denk altijd zoveel heb ik niet om jaloers op te zijn. Maar ik ben erachter gekomen dat het ging om wie ik ben en niet wat ik heb. Zoveel verdriet en pijn gehad, maar afstand genomen. En zoals je net zei, je kan er niks mee, dus loslaten. Ja, hartstikke goed. Ja. Ja, heel mooi. Ja, nou ja, ook dat kan natuurlijk. Ik weet niet of ik jou helemaal begrijp hoor, Sophia. Ik denk dat ik het wel snap. Maar ik weet niet of ik hem helemaal goed interpreteer. Dat andere mensen inderdaad dat oordeel over je kunnen hebben. Hè? Van, oh, daar heb je haar weer, aandachttrekker. Ik heb exact diezelfde ervaring. Dat heel vaak tegen mij gezegd is van, oh ja, oh ze moet weer aandacht, oh ze moet weer dit, oh ze moet weer dat. En dat kon inderdaad gaan om dingen die ik, dat had niet met die gebroken been te maken of dat positieve van hè, gedrag of wat dan ook. Maar dat kan dan echt te maken hebben met, ja, ik weet het nog steeds niet eerlijk gezegd. Maar dat heb ik heel vaak gehoord, dus ik denk dat je dat bedoelt, Sophia. En ja, dat doet heel veel pijn en dat doet heel veel verdriet, want mensen... Die veroordelen je om iets wat totaal niet, hè,
Wat ook vaak helemaal niet klopt, want het beeld wat ze van jou hebben is vaak helemaal niet de werkelijkheid. En ja, je wordt daardoor uitgesloten. Hè? Je wordt buitengesloten. Omdat mensen jaloers op je zijn. Dit hoor ik ook heel vaak om me heen van mensen. En ja, tuurlijk vraag je dan af, ja, maar waarom dan die jaloezie? Hè? Ja, dat weet je niet. Daar kan je nooit je vinger op. Je kan nooit bedenken waarom andere mensen jaloers op je zijn. Maar het komt heel erg veel voor. Als je naar jezelf kijkt, want wij zijn zelf ook wel eens jaloers. En ik bedoel, ik durf dat van mezelf wel toe te geven. Dat ik soms ook wel eens jaloers of jaloers kan. Ik weet inmiddels dat het gaat om een hele, hele, hele diepe wens die getriggerd wordt. Dus met andere woorden, stel jouw buurvrouw of een vriendin die heeft iets, of die doet iets, of misschien is er wel iets waar jij jaloers op bent. Wat dat betekent is dat er een heel diep verlangen in je zit, niet zozeer om dat precies datzelfde ding ook te hebben, maar het is een heel diep verlangen in jou wat jij niet gehoor aangeeft. Ik geef een voorbeeld. Gewoon even helemaal lukraak. Stel je hebt een vriendin die heel goed is in breien. Een heel stom voorbeeld dit, maar oké. Heel goed is in breien. En je bent daar eigenlijk stik jaloers op. Je bent dus niet jaloers op dat zij goed kan breien. Waar die jaloezie vandaan kan komen, is een heel diep verlangen en een diepste wens om ook te creëren. Dus ook creatief bezig te zijn, met je handen iets te maken. En dan is jou waarschijnlijk ooit, ik zeg dit helemaal in het algemeen, dus ook niet speciaal voor Sophia of voor wie dan ook, gewoon als een voorbeeld helemaal in het algemeen, dat als jij voor jezelf daar dekentje overheen hebt gegooid vanuit je jeugd, van ik ben niet creatief, ik kan niet dit en ik kan niet dat, en je hebt daar een dekentje overheen gegooid, oftewel dat in de schaduwen verstopt, en je ziet iemand anders wel iets heel creatiefs doen, dan, en je wordt jaloers daarop, dat betekent dat een schaduwkantje is wat jij hebt onderdrukt. Dat ieder mens kan creatief zijn. Ieder mens kan creëren. En dan hangt het misschien niet in het museum of in een galerie. Maar daar is creatie ook helemaal niet voor bedoeld. Hè, creativiteit, schilderen, knippen, plakken, breien, haken, creatief denken, whatever. Is niet bedoeld voor in het museum te hangen. Is niet bedoeld voor in een galerie te hangen. Of voor miljoenen verkocht te worden. Is leuk. Maar daar was creativiteit niet voor bedoeld. Daardoor zijn we gaan denken van, oh, dat kan ik niet. Zit een afsluitding op. En dat kan jaloezie triggeren. Dus stel je voor dat als andere mensen jaloers op jou zijn, zijn ze misschien niet jaloers op jou, maar jaloers vanwege iets wat ze zelf onderdrukt hebben, of wat er zelf bij zichzelf niet mag zijn. Is even op een andere manier dingen bekijken. Even kijken. Henny Remmers, goedemorgen. Sophia zegt juist van mij het tegenovergestelde. Werd uitgetest en ben altijd stilgebleven. Ja. Ja, wat misschien jammer is. Want misschien heb je daardoor dingen van jezelf weggestopt. Maar ik snap het wel heel goed hoor. Want als je natuurlijk voortdurend aandacht krijgt waar je eigenlijk niet om vraagt. Want dat gebeurt ook. He, je hebt mensen die om aandacht vragen, niks mis mee. En je hebt mensen die eigenlijk helemaal niet om aandacht vragen, maar die dus voortdurend aandacht krijgen. En het is zonde. Ik snap dat dat een wond is. Ik snap dat he, als alle ogen op Kwatta gericht zijn en je zit daar niet op te wachten, dat je steeds verder gaat terugtrekken. Dat je steeds meer gaat wegstoppen, want je durft al bijna niks meer te zeggen of niks meer te doen, omdat je daar dan weer een reactie op krijgt. Helaas. Oh. Ik hoorde me nog één minuutje. Even nog joken. Zeven meer roken is vaak vooral ook een relax- en zelftroostmoment. Of bij inspiratie, gezelligheid, bij happy, not happy en ga zo maar door. Dus gewoon eigenlijk voor alle gelegenheden geschikt. Ja, ik snap hem. Heel veel succes ermee, joken. Ik vind het heel dapper van je. Dit waren de kaarten voor de volle maan. Ik heb ook heel veel daaromheen verteld en gedaan. En ik zou zeggen, doe je voordeel met die volle maan, hè, met die energie. En ik wens jullie allemaal nog weer een hele fijne dag en een heel fijn weekend alvast ook weer.
En tot de volgende keer, volgens mij dinsdag weer. Tot dan, doei doei. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is Mijn Toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is Mijn Toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909-nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach, kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is Mijn Toekomst credits. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is Mijn Toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaar zitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is Mijn Toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is Mijn Toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten.
Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Goedemorgen, lieve kijkers. Vandaag 5 mei, bevrijdingsdag. We voelen ons gewoon anders. De zon schijnt en ja, vandaag zullen we ons zeker nog helemaal anders gaan voelen. Vooral straks na deze uitzending en na de healing. Want er gaat iets heel moois gebeuren. Ik val meteen met de deur in huis, want het is zoiets geweldigs dat vandaag 3 keer het getal 5 voorkomt in een datum. 5 mei van de 5e maand en ook 2023, de 2 en de 3, mag ik zien ook als een 5, 3 keer 5. En dat heeft ook te maken met alles wat er vandaag gebeuren mag vanuit het universum. Want we hebben te maken met 3 hemelse happenings. En die beïnvloeden jou. 3 hemelse happenings op 5 mei. Hoe kan het gebeuren dat het precies zo samenvalt? En eigenlijk is ook niets, is zomaar iets wat gebeurt. Dat weten we allemaal. Alles is uiteindelijk, en de grote zaken bedoel ik dan, voorbestemd. Voorbestemd. Dus we gaan zo meteen naar de 3 happenings van de Engelenpoort. De volle maan in Schorpioen. En ook dat wij dus weten dat vandaag ook heel veel mag gebeuren in transformatie. Ik ga natuurlijk eerst even kijken zometeen wie er op Facebook aanwezig zijn om het verhaal dus aan 1 stuk te kunnen vertellen. Maar ook wil ik jullie ook even verwijzen naar de website van ons www.ditismijntoekomst.nl. En er zijn natuurlijk ook kijkers die daar kijken via de website. Maar dan kan je ook zien onder het kopje coaches wie er online zijn. En wie er op de achterban zitten, is natuurlijk heel fijn dat je even kan kijken van, heb ik ook even een gesprekje privé nodig, ook als ik aangeraakt word in het gevoel van morgen, dan is dat oké. En natuurlijk kan je ook binnenkomen op optie 4. Maar ik ga kijken welke gelegenheid ik nog overhoud. Want er is dus heel veel te vertellen. En er staat heel veel te gebeuren. Dus ja, luister. Luister mee en praat mee. En natuurlijk ben je welkom op optie 4. Als je even over dit onderwerp ook even iets op te merken hebt of een vraag. Je mag ook altijd binnenkomen. En je bent heel erg welkom. Ik ga even kijken en laat ik weer niet. Dat knopje van de uitzending staat echt middenin. En dat is heel lastig voor mij dan. Om dat niet in te drukken. Maar ik heb het al een keer meegemaakt. Dus dat mag geen 2e keer gebeuren. Maar we weten het. We weten nooit iets echt van tevoren. En Esther was in de uitzending. Dus ik kom natuurlijk zometeen ook online. Salita zie ik. Salita, goedemorgen. En ook allemaal wensen jullie een goedemorgen. Nou, fijn Salita dat je er bent. En ook vanuit Naomi en Elisa die in de regie mee zitten te kijken. En alles van de knopjes die ik verkeerd indruk, dus ook even gaan regelen. Die wensen jullie ook allemaal een goedemorgen. Magda is er ook. En ook de Dimt-familie wensen een hele fijne morgen. En ingeschakeld, ik krijg het nu even te zien, zijn Rinette, Corrie, Joke en Gabriella. En natuurlijk komen er zo meteen nog meer in, want ik zie ook Karin voorbij gaan. Dus die is dan ook waarschijnlijk zojuist ingestapt. José, ook goedemorgen. En Joke van Melsen. En de Jokers noem ik altijd even bij de achternaam erbij, omdat er zoveel Jokers zijn.
Ja, we gaan kijken wat jullie voor reactie hebben, want ik heb jullie gevraagd, en daar wil ik even mee beginnen, om jullie verhalen in te sturen vanwege de gevoelens vanuit de oorlogstijd. Gisteren hebben we ook een hele mooie brief behandeld en er waren zoveel gegevens dat ik dat uiteindelijk niet eens allemaal kon behandelen in de uitzending. Maar deze mevrouw die ik gisteren had, die had al eerder een mail ingestuurd zonder dat ik gezegd had dat daar bij degene de brief die het meeste aanraakt, dat ik daar een reading bij zou geven. En natuurlijk, als ik nu kijk naar alle inzendingen, dank jullie wel voor jullie echt motivatie om te schrijven. En zo bijzonder dat het ook heel moeilijk is geweest voor mij om de juiste brief eruit te nemen. Maar weet wel, deze die ik voorgelezen is voor vandaag, omdat die naar mijn idee het meest in het gevoel uitkomt voor vandaag. Vandaag 5 mei. En de andere, die ga ik in andere uitzendingen ook behandelen. Allemaal. Allemaal krijgen jullie ook jullie eigen stukje wat jullie ingezonden hebben. Of een hele brief. Wat het dan ook is. Gedichtjes heb ik ook gekregen. Ik ga ze allemaal behandelen in de uitzending. Maar vandaag ga ik beginnen met een hele, voor mij, mooie en ontroerende brief. En als jullie nu meeluisteren, kijk dan even wat jullie in deze brief aanraakt. Voor jullie zelf. Wat je ineens dat je een gevoel krijgt. Want dat is belangrijk. De verhalen die ik vertel zijn uiteindelijk ook therapeutisch bedoeld. Zodat je, als ik vertel, dan gebeurt er iets in jouw onderbewuste en zelfs onbewust kom naar boven. Dus je wordt misschien in een pijn aangeraakt die je niet herkent. Maar laat dat even weten, want daar gaan we over door. Deze brief is van Corrie. En ik gebruik natuurlijk de pseudoniemen ook in de brief voor een niet te herkennen. Een niet te herkennen brief vanuit deze persoon. Mijn moeder, Catharina, was 17 jaar toen de oorlog uitbrak. Zij en haar ouders waren nog maar een korte tijd verhuisd naar een nieuwe boerderij in de Peel, waar nog veel ontginning moest gebeuren vanuit de arme zandgronden. In haar jonge jaren was mijn moeder toe aan uitgaan, zich lekker optutten en zich laten charmeren door knappe jongens. Daar droomde toch ieder meisje van. Kat, zo werd ze ook vaak genoemd, was de oudste van 10 kinderen. Mijn opa kampte met zijn gezondheid en had nog maar net te horen gekregen dat zijn hart zwak was. Haar oudste broer, mijn moeders oudste broer dus, Bernard, hielp zijn vader zoveel en zo goed als hij kon op de boerderij. Hij ontlastte mijn opa met veel inzet in het werk. In deze tijd werden mannen opgeroepen om in Duitsland te werken. En de schok viel daar. Ook Bernard werd opgeroepen. Omdat opa veel te zwak was voor het zware boerenwerk, kwam het erop neer dat Kat, Catharina dus, en haar jongere broer dit moesten doen. Toen in 1943 ook de rest van de familie zwaar onder vuur kwamen te liggen, bezorgde dat vele evacuees naar de boerderij. Ook omdat hier nog voldoende te eten was. Maar hiermee werd mijn moeders leventje er niet makkelijker op. Het gebeurde ook soms dat Engelse piloten tijdelijk werden verstopt in de lege regenkelder,
Deze bevond zich vlak bij de keuken. Dat was heel spannend, want bij Duitse inspectie stonden de Duitsers met hun laarzen boven op het luik. De soldaten hadden gelukkig geen vermoeden hiervan, maar het bezorgde voor het gezin heel veel stress. Het was hard werken voor mijn moeder, want van vele mensen moesten de magen immers gevuld worden. En alle kleding en dergelijke, dat moest op de hand gewassen worden. Eindelijk kwam de lang gewenste bevrijding. Mijn moeder was toen 22 jaar. Nu kon ze gaan dansen, zingen en alles uitproberen waar ze als een jong meisje al behoefte aan had. Zoals ook bijvoorbeeld een sigaretje roken. Maar dat was voor haar beslist geen optie. Want onbewust was haar verlangen al naar zuiverheid voor haar lichaam. Dus roken zag en voelde zij als negatief en ongezond. En nu ben ik dus één blad even kwijt. Maar ik ga het brief even zo verder lezen vanuit wat ik dus zo ontdekt heb. Ik kijk nog even in mijn map of ik hem vind. En dan merk ik ook. Oké, ik heb hem gelukkig. De muziek was van de muziek van Vera Lynn en ook van de Silvera's bekoorde haar. Ze zong naar hartelust de liederen van hen. Als zij de was ophing bijvoorbeeld. Ook al was het geluk dat men niemand in de familie verloren had, zal deze oorlog iemand voor het hele leven tekenen. In zwaarte en in leed. Ik weet na alle verhalen dat mijn moeder in de tijd van ontwikkeling van meisje naar vrouw geen onbezorgde tijd heeft beleefd. In haar verhaal, haar vertellen, zag ik steeds opnieuw haar emotie, haar verlangen. Dit heeft mij echt aangeraakt. Vooral omdat ze mij dubbel heeft laten genieten van mijn meisjestijd. Mijn bijzondere vrijheid. Dank je wel, mam. Nou, ik ben toch blij dat ik het derde deel ook even weer vond. Want ik leg het neer op tafel en helaas was het niet helemaal compleet. Maar ik hoop dat jullie toch de brief in zijn geheel ook in je opgenomen hebben. Wat het betekent om vrij te zijn. Vrijheid. We hebben het gisteravond nog gezien op de televisie. Ook bij de herdenking van 4 mei. En er kwam ook van alles voorbij. En dan realiseer ik me, en ik hoop dat jullie je dat ook realiseren, hoe belangrijk het is dat wij vrij zijn. Dat we niet te maken hebben met al die zaken die er gebeurd zijn. Soms is de verschrikking echt zo diep van mensen die dit werkelijk ingeworteld hebben in hun bestaan. En dat ook al die jaren verzwegen hebben. Misschien heb je ook een ouder of een opa, oma, dat je weet wie er allemaal dit soort dingen hebben meegemaakt. Wat met uiteindelijk de bezetting te maken heeft gehad. Maar vooral vandaag gaan we daarin herdenken om daarin de vrijheid te voelen. Want dat is iets wat vandaag op 5 mei 2023 in die 3 hemelse happenings mag gebeuren. 3 happenings en dat gaan we doen. Ik ga nog even kijken naar de lezing die ik voor Corrie eruit heb gehaald. Om dat niet te vergeten. Het is ook weer een heel andere uitzending als dat ik normaal gewend ben. Maar ik heb de kaart inmiddels al gelegd omdat ik die brief er al uitgehaald had. En dan zie ik dat uiteindelijk haar leven ook 2 kanten op kan gaan. Er zit ergens ook een dualiteit in het verhaal van Corrie en haar persoonlijkheid. Want het gaat nu
om haar leven, hoe dat verder gaat vanaf nu. Dus ook, en dat nemen we aan, in vrijheid. En daar zie ik dus ook goede dingen in, maar het kan twee kanten op gaan. De actuele invloed is dat het toch twee kanten op kan gaan in haar leven. Want in bepaalde zaken zit Corrie nog wel vast. En er komt ook, wat zij er zelf insteekt, is uiteindelijk ook heel veel spiritualiteit. Dus ook het spirituele leven, ook de groei daarin. Dat is haar persoonlijke inzet. En daar zit ook een enorme kracht in van haar persoonlijkheid. Ook zal er heel veel rechtvaardigheid zijn voor nu en in de toekomst. Ze droomt nog wel eens en af en toe dan droomt ze van hele mooie dingen die ze zou willen en of die waargemaakt kunnen worden. Dat is niet altijd aan de orde. Maar toch is er iets werelds, ook iets werelds in haar bestaan. Dus uiteindelijk is het een groot geheel waar zij mee te maken heeft. Een werelds is uiteindelijk dat ze de kracht overal voor weet te vinden. Er zal heel veel ook gebeuren vanuit het universum. Dat is waar van boven naar de aarde dus heel veel tekens zullen komen. De mensen om haar heen zien dat uiteindelijk als dat ze zich aan het losmaken is van heel veel oude patronen. Er komt doorstroming in Corrie's leven en ook een verwijzing naar alles wat er in de toekomst mag gebeuren. Een verwijzing wat te maken heeft in de toekomst. Heel veel rechtvaardigheid. En ook vruchtbaarheid. Maar het laatste wat ik hierin wil zeggen, Corrie. Dat je heel veel inzicht mag krijgen. In alle zaken die vanaf nu en ook vanuit vroeger spelen. Dus dit is jouw lezing. Die ik ook aan de hand van die mooie brief heb uitgelegd. Ik hoop dat je hier iets mee kan. En als je hem niet goed gehoord hebt, is het altijd fijn dat je altijd nog even dit terug kan kijken. Dan heb je altijd weer meer duidelijkheid. We gaan even kijken wat jullie ook weten, want ik zie niet veel reacties. En misschien ligt dat aan mij. Sla ik ook weer heel veel over. Maar ik zie ook Joke van Melsen reageren op bepaalde personen. Dus kijk, ik zie dus dat ik al een heleboel gemist heb van jullie. En dan weet ik niet of ik dan nu goed zit met wat met Esther te maken heeft. Dus ik ga even kijken. En Joke de Krijger is er ook weer. Nou, heel leuk. Ja, je bent ook ingelogd, ingeschakeld, zie ik. Dus ook Joke, laat even weten dat ze er is. Nou, dat merken we altijd wel vaak genoeg aan Joke, dat ze er is. En dat is ook heel, heel fijn, in ieder geval. Als jullie nu eens gaan voelen, voor mij, wat 5 mei betekent. Maar niet alleen 5 mei, ook vanaf 5 mei nu, jouw vrijheid. Wat zou je dan willen? Wat zijn jouw wensen? Want we gaan natuurlijk straks ook in healing naar de engelenpoort. De engelenpoort betekent dat een sluier tussen het universum en de aarde steeds dunner wordt. Maar vandaag is het ook die 3 getallen, die 3 keer 5. En dat die 3 keer 5 van de engelenpoort, dat hoort ook bij Mercurius, de planeet van het denken. Daar hebben we het ook wel over, dat wij in overtuigingen ook altijd weer terugkomen op dat denken van ons. En daar gaat in de engelenpoort ook aan gewerkt worden. Dat wij dus positief denken. En natuurlijk denken we, ja, daar worden we ook wel eens heel moe van. We moeten altijd maar positief denken. Maar
In de Engelenpoort gaat eraan gewerkt worden dat je eigenlijk alles wat met die negatieve invloeden te maken heeft, dat het opgeschoond wordt. Want we gaan een volledige transformatie in. Een totale ommekeer kan er plaatsvinden vanuit alles wat goed is. En wat goed is, dat komt nu in jouw leven. Dus alles wat in oude patronen geweest is, dat gaan we loslaten. En die ommekeer naar het goede, dat gaan we krijgen. Ook de communicatie. En de communicatie wordt ook bedoeld in dit gebeuren. In de astrologie. Dat wij onze persoonlijkheid steeds beter gaan begrijpen. Want dat is ook in een dualiteit tegenover elkaar. Als je het pentagram hebt, dan staan daar getallen uiteindelijk tegenover elkaar. En de persoonlijkheid, en Peter vertelt er ook altijd over, die staat in getallen daarin aangegeven. Maar als jij dus een hele liefdevolle persoon bent, dan kan het ook gebeuren dat je ook in die communicatie vanuit het universum, het geleid worden, dat je ineens heel veel in je opvoel komen van boosheid. En dan kan bijvoorbeeld die woede ineens naar een heel ander getal in jouw persoonlijkheid gaan. Dus daaraan herken je dus ook vaak die andere persoonlijkheden in iemand. Dat je denkt, nou, zo'n liefdevol persoon, ineens valt ze helemaal uit de rol. Dat kan dus gebeuren. En dat heeft iedereen in zich, dat je ineens een hele andere persoonlijkheid kan zijn op een bepaald moment. Dan ga ik niet over die getallen uitleggen, maar alleen vanuit de Engelenpoort gaat daar ook Mercurius in het denken en de communicatie, dus het uitspreken van alles, gaat daarin meegenomen worden. Maar ook de handel en verkeer. En dan bedenk ik dat handel ook te maken heeft met alles waar jij in dit leven mee te maken hebt, wat op werkgebied ook een heel grote rol mag spelen. De volle maan die ook vandaag aanwezig is, de volle maansgevoel, dat is al weken uiteindelijk al bezig. Vanaf 30 april hebben we de zonsverduistering gehad. En die maansverduistering van nu, een gedeeltelijke maansverduistering, dat volgt daarop. En dat maakt dat wij heel gevoelig zijn op dit moment. We kunnen bijvoorbeeld ons onrustig voelen. Als jij dus bepaalde gevoelens hebt in je van onrust of hoofdpijn, of, en natuurlijk gaan we niet op het medische vlak, maar wel vanuit het universum wat ons aanraakt, waardoor je hoofdpijn krijgt, soms een druk op je hoofd, soms barst er ineens iets los dat je zegt van ik word ineens heel woedend dat er iets ook bij jou explodeert, dan kan dat komen ook door de zonsverduistering naar de maansverduistering in die periode van 30 april tot en met vandaag en daarna natuurlijk, want het loopt allemaal nog door. En dan ben ik uiteindelijk een klein beetje bezig met astrologie, terwijl ik geen astroloog ben, maar wel heel veel aanvoel van hoe alles in de energie werkt. En dat is ook wat de lichtmeesters en vandaag meer nog de engelen, vooral de engelen in die engelenpoort aanwezig zullen zijn om jou dat duidelijk te maken ook in jouw gevoel. Dus we hoeven niet alles te weten, maar wel wat er vanuit bepaalde zaken tevoorschijn komt, vanuit planeten, vanuit het universum. Salita zegt, weet niet waarom dit verhaal mij raakt, maar ik voel wel veel liefde voor haar moeder, die ik nooit gekend heb. Nou, dat is heel bijzonder, Salita, wat jij voelt. Want dan heb je dus ook even, naar mijn gevoel, dat contact met haar liefde. Want inderdaad, ik heb deze vrouw ook niet gekend, maar wel even, heel even,
van momenten die er waren. Dat ook, ze is heel oud geworden, deze vrouw. En ik heb haar gevoeld, ook bij een foto. En toen voelde ik hetzelfde als van jou. En als ik dus naar de verhalen van Corrie ook ga over haar moeder. En dat heb ik niet allemaal verteld. Maar dat is een hele bijzondere vrouw. Ook vanuit haar kracht. En dat is ook mooi dat vandaag deze brief voorgelezen mocht worden. Want de volle maan staat uiteindelijk ook in het teken van schorpioen. En schorpioen, en ik weet niet wanneer deze vrouw jarig zou zijn geweest. Maar de kracht van de schorpioen, die persoonlijke kracht, dat had zij. En als zij dus op een andere datum als dit teken jarig is, dan zal zij vast haar ascendant daarin hebben gehad. Omdat ik hierin ook heel veel herken. En dan weten we ook meteen dat ook vanaf deze periode die krachtige persoonlijkheid van de schorpioen ook in jou kan huizen. Dat je voelt vanuit de energie die dus ook te maken heeft met de volle maan en ook met de maansverduistering. Dat er ook ineens iets van die gevoeligheid van jou naar boven kan komen. Maar ook dat je heel erg boos kan worden. Want iemand die in de kracht staat, kan ook die boosheid ineens uiten. We blijven natuurlijk allemaal mensen met gevoelens. En dat kan ook heel erg nodig zijn. Ik zie dat ik van iemand krijg in het Engels. En dat is heel apart. Maar dat is eigenlijk ook een reclame ertussendoor. En ik weet niet waarvoor ik dat krijg. Maar die mevrouw schrijft dat ze een medium is. En gespecialiseerd is in spirituele velden. Nou, dat is dan voor later. Want ik vind het heel fijn dat je erbij bent. Maar even geen reclames nu. In de stream, want ik ben bezig ook met een uitzending, dus dat mogen mensen ook later van mij lezen. Mag ik zeggen, inderdaad veel druk op mijn hoofd en kortademig. Ook wat Solita aangeeft, voel ik ook de liefde die ik gemist heb. Zie je, deze brief heeft mij geraakt en hij raakt jullie ook aan, omdat dat gevoel van wat die moeder meemaakte in een bepaalde tijd, van haar 17e tot haar 22e, totaal haar vrijheid kwijt is geweest. En als ik dat hoor in de geschiedenis van de oorlog, is het nog meer geweest met mensen die ondergedoken hebben gezeten. Maar we gaan even ook terug op dat verhaal van moeder Catharina. Dat zij 17 was en uiteindelijk tot haar 22e, dus die 5 jaar, ook heel hard heeft moeten werken. En haar jeugd een beetje ook verloren is gegaan in het ontdekken van het leven. En dat werkt natuurlijk ook door naar de volgende generatie, ook naar Corrie, die hier ook mee te maken heeft. En Corrie is uiteindelijk ook iemand die ook van het leven wil genieten en daar ook heel veel werk van maakt. Maar ook de liefde waar je het nu over hebt, Magda, en waar Solita het ook over heeft, die was er zeker. Maar wat ik ook voel, die krachtige opvoeding, zoals wij eigenlijk ook heel veel van ons in die gevoeligheid zijn opgegroeid. En uiteindelijk ook onze voelsprieten maar steeds uit hebben moeten zetten. Dat we vanuit de jeugd die koestering niet echt gevoeld hebben. Niet meer kunnen herinneren in ons gevoel sowieso. En dat je uiteindelijk in het besef van je gevoel van baby af ook iets opgebouwd hebt wat je gemist hebt. En dat is wat ik bij deze vrouw dus voel. Dat wat zij meegemaakt heeft, ook in haar leven, om uiteindelijk een deel van haar meisjestijd en opgroeien naar vrouw
over te slaan in de ontdekking dat zij ook een hele liefdevolle moeder is geweest, maar vooral Corrie ook de kracht heeft gegeven in haar bestaan. En dat weet ik, dat er nog meer kinderen zijn, dat het 3 meisjes zijn die zij gekregen heeft. En allemaal hebben ze dus een leven in een goede richting kunnen zetten door de opvoeding van deze moeder. Dus zie je, dat is ook heel mooi wat je ook nu voelt, dat dat heel belangrijk is. En dat iemand die die kracht mist, nu ook aangeraakt wordt door wat je eigenlijk in je gevoel zou willen koesteren. En dat gaan we natuurlijk ook doen zometeen bij de Engelenpoort. De Engelenpoort van 3 keer 5. 5-5-5 is een hele bijzondere, omdat er een ommekeer komt in ons leven. Wij mogen, en voel maar, die kracht gaan voelen zometeen. Die kracht van koesteren, gekoesterd worden. Als het ware een rebirthing. Ik heb hem gevoeld afgelopen week, want ik krijg altijd een voorteken vanuit het universum wat er mag gebeuren. En er ging voor mij een wereld open. De rebirthing, dat ik echt die koestering mocht voelen die er plaats gaat vinden. En dan kwam ik uiteindelijk in dat bewustzijn wat zo vrij voelde. En dat, ja, ik kon toch niet wachten om het jullie te verklappen. Wat er straks in de healing plaats gaat vinden. Want ik word daarop voorbereid. En ik word er zo meteen in begeleid. Vanuit de hoogste engelen. De hoogste orde van engelen. En ik heb ze ook even opgeschreven. De hoogste orde zijn de serafijnen, de cherubijnen en de tronen. En die hebben allemaal een eigen invloed ook op de mens. Maar we hebben ook de vorstendommen, de machten en de krachten. En dat zijn uiteindelijk die engelen die je dus ook steeds voelt. Die kracht die je krijgt, maar ook die eigen macht. En dat is natuurlijk niet een verkeerde macht. Nee, een goede macht in jezelf. Een macht dat jij voor jezelf kan staan. En ook die kracht die je dan krijgt. Die engelen zijn uiteindelijk van de middelste orde. En dan hebben we natuurlijk ook nog de heerschappen. De aartsengelen en de engelen. En allemaal in die engelenpoort zijn ze aanwezig. Allemaal, al deze engelen vanuit alle categorieën zijn tijdens de healing van de engelenpoort aanwezig om alles wat mogelijk is voor jou te transformeren. Totale ommekeer. En je zal ook merken dat je nieuwe stappen kan gaan nemen. Dat heeft ook weer met die volle maan te maken. Dat er nieuwe stappen voor jou aankomen. Vanaf vandaag is er een totale, een radicale ommekeer. En dan denk je misschien, ja, maar er zijn misschien een heleboel dingen die ik niet kwijt wil. Nee, dat is niet wat staat te gebeuren. Maar wel als je dus ergens helemaal klaar mee bent, dat je zegt, ik ga nieuwe stappen nemen en het oude laat ik achter me. Dan kan je bijvoorbeeld ook iets wat heel zwaar hebt gewogen in jouw leven, kan je achter je laten. Want we zijn al een hele tijd in een nieuwe energie dus aan het transformeren. Maar daarvoor is nu die engelenpoort ook zo heftig. En vallen 3 hemelse happenings tegelijk op 5 mei. Ze zullen jou zeker beïnvloeden. En dan zeker op een positieve manier. Gabriella, goedemorgen. Joke van Melsen. En die zegt, ik voel ook dat de energie van nu diepe stukken aanraakt. Jazeker. Dat is heel duidelijk. En jullie zullen dat allemaal ongemerkt ook wel voelen. Maar niet altijd weten, daarom zeg ik ook ongemerkt. Ze lieten zeggen, mijn moeder was vooral verbitterd en boos en gefrustreerd.
En die boosheid en die verbitterdheid, die gefrustreerdheid, Salita, mogen ook een ommekeer krijgen. Want ik voel dat. Ik voel dat daar heel veel zit waar je... Ik voel ook iets in jou waar je ook last van hebt. Maar weet dat dat niet bij jou hoort. Dus ook dat mag vandaag getransformeerd worden. En het is al aangeraakt. Dus mooi als je in kan stappen. Straks zal alles wat jullie schrijven, lieve mensen, dat gaat zometeen ook mee in de healing voor jullie. Dus schrijf ook wat jij graag wil, wat je graag kwijt wil, welke patronen, welke overtuigingen, welke oude stukken. En Wim is er ook, zie ik. En ook heel lief. Goedemorgen, lieve Bettine. Nou, ik vind het heel lief, Wim, maar je hebt ook gedeeld en dat vind ik ook heel mooi. Maar fijn dat je er bent sowieso en je wenst ook iedereen een goede morgen. En natuurlijk, als je wat later instapt, is het ook heel fijn als je even laat weten dat je er bent. Het is natuurlijk ook mijn vakantie en er zijn nog veel mensen nog weg. En dat merk ik dus ook, dat er veel mensen dus een vrije tijd even op een andere manier benutten. En misschien wel meekijken ergens vandaan, maar even dan niet op Facebook zijn. Omdat ze dan tussen het bedrijven door toch even willen zien wat wij te vertellen hebben. Als ik nou kijk naar de engelenkaarten die ik bij me heb, heb ik ook een prachtige kaart getrokken van engel Zachiël. En die engel die laat zien dat ook het oog, de ster, de vijfpuntige ster, in de vijfpuntige ster, zal ik eerst even over uitweiden, dat die in een lotus is. Dus die vijfpuntige ster staat voor het mens zijn. En die is verborgen in een lotus. Dus er komt bloei in het mens zijn. Maar ook een helderziend oog. En daar zijn allemaal van die mooie, vanuit, als je kijkt naar de kracht vanuit het universum, zijn er allemaal vormen bijgetekend op deze kaart, die jou dus heel veel kracht meegeven. En ik kan die uiteindelijk niet tellen van al die vormen, maar wel dat mooie, heldere oog van helder zien, een helder bewustzijn. En dan ook vanuit al het heilige gebeuren mag dit voorkomen. Als ik nu zie wat deze engel nog meer vertelt, en misschien heb ik het nog niet genoemd, maar deze engel is van voorspoed en heeft ook bij het derde oog en op het voorhoofd twee sterren, twee rode sterren. En dat betekent dat het zien ineens heel veel licht gaat geven voor jullie. En dit is wel heel mooi om deze ook even mee te gaan nemen, want ook hierin wordt aangegeven dat er heel veel is waar jullie in gaan waarnemen. En waarnemen hoort ook bij het stukje communicatie. Communicatie, dat je voelt dat je uiteindelijk ook aangestuurd wordt. We hebben allemaal onze eigen karaktereigenschap. En vanuit dat pentagram wat ik noemde, dat getal waarin je geboren bent uiteindelijk en in een combinatie van, je bent nooit één getal, maar meerdere karaktertrekken bij elkaar. Daar vormt ook de communicatie zijn weg. Maar dat jij gaat weten, om het even duidelijk te maken, want het is best een moeilijk punt, die communicatie, dat je weet dat je geleid wordt, ook aangestuurd wordt. En sommige patronen ben je nou eenmaal voor op de wereld gekomen. En daarvoor is het zo belangrijk dat jij gaat waarnemen wat er nu eigenlijk gebeurt. Want het is heel belangrijk dat jij weet wie jij bent. Mag weten wie jij bent. Een mooie persoonlijkheid.
En daar gaat ook uiteindelijk bij die 3x5, die engelenpoort, de communicatie over. Dat jij mag weten wie je bent. En als je dus mijn verteller niet helemaal duidelijk vindt, omdat ik geen astroloog ben. Ik zie dat er mensen nu op de telefoonlijn zijn die ook de astrologie voor jou persoonlijk ook even kunnen bekijken. En dan kies je het nummer onderin en ook voor optie 1. En natuurlijk ook mediums en paragnosten kunnen aanvoelen van wat in jouw leven speelt. En dat zie je ook aan mij. Ik ben geen astroloog, maar ik kan heel veel voelen wat uiteindelijk vanuit de astrologie wordt berekend. En dat hebben mediums en paragnosten ook weer vanuit het universum. Een mooie kaart, voorspoed. En dat is voor iedereen. En gisteren had ik ook de kaart van aartsengel Michael, opruiming. En dat is ook heel mooi, dat heel veel stralen van kracht vanuit zijn derde oog dus ook naar jou toe gaan. En zometeen ook in die engelenpoort voor jou van toepassing zijn. Dat je gaat voelen dat aartsengel Michael vanuit zijn kracht echt opgeruimen bij jou. En straalt met 7 stralen. En dat zijn ook echt de heilige stralen om alles op te ruimen. Ik heb hem gisteren al op voorhand getrokken in de uitzending. En dat is ook heel mooi. En ik zie dan even kijken ook allemaal hartjes met een roze teken eromheen. Dat zijn er 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is het getal van koninklijke moed. En we weten ook allemaal, en dat was ook heel mooi op Koningsdag, we zijn allemaal koningen en allemaal mogen we regeren. We mogen allemaal in vrijheid leven. En dan vanuit die 10 van koninklijke moed. Rachel, goedemorgen. Je bent er ook bij, wat leuk. En Jo, Cornelia, goedemorgen, ik ben spiritueel aan het groeien. Ik hoop zo dat ik meer ga zien en voelen. Het is allemaal zo wonderlijk. Oh, wat bijzonder, Jo. Wat fijn dat je erbij bent. Want we zijn vandaag spiritueel aan het groeien. En ook zometeen de healing van de Engelenpoort. Engelenpoort 555 staat voor een enorme spirituele groei. En ook voor dat wonderlijke waar jij nu over schrijft. Dat is ook wat aangeraakt wordt, dat wonderlijke in deze healing van de Engelenpoort. Wim zegt, kippenvel nu, dankjewel. Nou, dat vind ik ook heel mooi, Wim, dat je dat schrijft, want ik heb zelf ook kippenvel van alles wat ik op het moment doorkrijg. En ik kan niet genoeg vertellen hoeveel kracht deze dag vandaag heeft. Hoeveel kracht ik hierin ook mag gaan brengen voor jullie allemaal in de Engelenpoort 555. En weet dan ook, als je een vernieuwing in je leven wilt, kun je onverwachte mooie dingen tegen gaan komen. En bedenk even wat je nu heel graag zou willen. Waar je echt een ommekeer in zou willen. En neem je mee zometeen in de healing. Magda schrijft, ik kreeg vorige week een plaatje te zien. Dat er iemand in een rode jas met bloemen aan de deur kwam. Een paar dagen later kwam er iemand aan de deur in paniek. Haar brandmerken ging af. Brandmerken, ik weet niet precies wat je ermee bedoelt. Mijn man heeft dat opgelost. Een dag later kwam ze met een mooie, toen kwam ze met een rode jas aan, mooie bloemen brengen. Nou, dit is mooi. Dan heb je uiteindelijk ook al dat je een voorschouw krijgt van iets. En dat is ook, Magda, wat ik ook in jou zie, die spirituele groei. En je doet ook zo vaak mee met de healing.
zo echt regelmatig, dat je zegt van ik heb daar zoveel al aan gehad. En dat was ook wat ik dus ook kreeg in een brief die iemand schreef. En die ga ik zeker nog een keer aan jullie voorlezen. Ook over de healing, wat dat deed. Een brandmelder, oké, ja, dat is dan even lastig om dan even te vertalen. Een brandmelder ging eraf. En nou, heel fijn maar ook dat het zo gebeurt bij jou, dat je dan dat al vooruit gezien hebt. Heel mooi. En ook jullie reageren weer op Magda's verhaal. Dat is ook altijd heel bijzonder. Ik zie dat het bijna 11:15 is. En uiteindelijk wil ik nog een heleboel vertellen. Weet dat er een keerpunt is. Vanaf vandaag een keerpunt. En dat je kan breken met wat niet meer bij je past. En natuurlijk voelen we altijd iets van heimwee als we iets uiteindelijk niet meer in ons leven zouden willen. Maar het is nooit weg. Want als je iets wil, kan je het altijd weer oppakken. Je hoeft niet zomaar met personen te breken. Je mag kijken van wie is er nog van belang, vooral op dit moment. En de anderen gaan dan iets meer naar de achtergrond. En die mensen, je hoeft er niet direct aan te denken, want het is ook heel belangrijk dat ook zij hierdoor weer een eigen weg mogen wandelen. Omdat er voor hen ook een keerpunt mag zijn in het leven. Maar je hoeft elkaar nooit helemaal in de steek te laten. Het kan even wat minder, als het dus met een persoon te maken heeft. Maar is het iets dat je zegt, ik ben echt in oorlog met iemand? Nou, dan is het dus echt dat je dus ook deze maansverduistering mag zien als een keerpunt. Dat jij totaal in de vernieuwing mag stappen. Transformatie, spiritueel groeien. Er mag heel veel gebeuren in de Engelenpoort 555. Het is 5 mei vandaag. 5 mei 2023. Misschien wel de allerbelangrijkste dag van de eeuw. En dat overdrijf ik niet, want het is een enorme grote kracht die ons zal beïnvloeden in het mens zijn op een hele goede, positieve manier. En dan hoop ik dat die hoge energiefrequenties die nu zometeen, je gaat ze ook voelen, neerdalen op de aarde. Zoals, en dat zag ik ook in de kaart, de energiefrequenties. Al die lusjes die ik zag op die mooie kaart van die engel, heeft te maken met die hoge energiefrequenties. De engelen helpen jou hierbij. De engelen zullen jou bijstaan. En daarvoor is het heel fijn als je zo meteen mee kan doen met de healing, de Engelenpoort 555. Deze komt nooit meer terug. Deze is echt alleen vandaag. En ik zeg al, een hele belangrijke in deze eeuw. Heel belangrijk. Jij zal merken welk een krachtige persoonlijkheid hier bij jou eruit mag komen. En daar gaan we voor. Want ik weet wat er gebeurd is deze week met mij. Om jullie dus zometeen te begeleiden in de healing. Vanuit alles waarin jij als vrucht, als foetus in de baarmoeder zat. Dat jij gaat voelen dat daar het begin al is van koesteren. Dat al die nare gevoelens weggeëbt mogen worden in die volledige ommekeer in jou. We gaan het zien zometeen. Leg je wens op tafel. Neem hem in gedachten of schrijf hem op. En de groepsessielijn is zelfs al geopend. Ik ga me altijd nog even afstemmen, helemaal speciaal afstemmen op die grote kracht, omdat het heel belangrijk is voor vandaag, die grote kracht vanuit
die mooie bovennatuurlijke wereld, het universum. Je mag het nummer zometeen bellen onderin het beeld en je kiest voor optie 5. Voel ondertussen wat ik verteld heb en wat het met je doet. En blijf even bij dat gevoel. Ik ben zo terug. Voelen jullie dat gevoel, wat er nu gebeurt? Al die engelen zijn aanwezig. De grote kracht, ik heb ze vanmorgen allemaal gezien. En ik had iemand aan de telefoon, ik zeg, ik zie een hemel, een heel veld vol engelen. Zo groot. En dit was uiteindelijk ook het voorteken, net als bij Magda, wat ik te zien kreeg. En mooi, Magda, wat je ook hebt verteld. En je zegt, ik word nu al aangeraakt. Ja, dat klopt. Dat klopt. We worden nu al aangeraakt. En dat is ook mooi, want het universum weet dat jij ook instapt. En ook, dit is mijn toekomst, laat even weten. Om 11 uur start de sessie Engelenpoort 555 onder begeleiding van Bettine. Kies optie 5 in ons belmenu om erbij te zijn. Ik lees hem even voor, want het wordt ook niet voor niets geschreven. Jullie op Facebook lezen dat allemaal mee, maar de mensen thuis dus niet. En Wim zegt dankjewel voor deze mooie uitzending, lieve Bettine, en wens je een hele mooie en liefdevolle dag verder. Nou, dankjewel Wim en ook jij en ook iedereen natuurlijk een hele fijne dag. Maar wij zijn nog niet helemaal aan het einde, want we gaan nog even verder over die engelenpoort. Die prachtige persoonlijkheid in jou. Als je dus voelt vandaag die volle maan in schorpioen, dan voel je, dan kan je zelfs gedwongen voelen om te transformeren. En doe jij zometeen mee aan die healing van de engelenpoort, dan zal jij weten, omdat je in dat veld komt met al die engelen, dan zal je weten, want het is een alwetend veld. Het komt binnen in jouw bewustzijn. En we werken ook vanuit ons onderbewuste om daar alles te helen, te transformeren. Jij komt in je volle bewustzijn met al die mooie engelen in de engelenpoort
555 op 5 mei 2023. De mooie getallen, ik kan ze niet vaak genoeg benoemen, maar jij zal alles weten vanuit het alwetend veld en de engelen vanuit die kracht, die krachten, die mooie machten, die macht in jou, die jij misschien zo gemist hebt in het leven. En alle boodschappen zullen zij brengen, want engelen zijn verstandelijk in hun wezen. En dat is wat jij mag voelen, wat ze allemaal weten. Jij komt in het veld van die engelen, in het alwetend veld. En je zal jezelf ook als een verstandelijk wezen ervaren van kracht, van alles wat jou beïnvloeden mag. En natuurlijk is het ook wat jij wil, want de engelen hebben een vrije wil. En ook jij hebt dat, een vrije wil om te kiezen. En dat wil ik nog even wel vertellen. Alles wat jij ziet zometeen in de healing, alles wat je aan mag raken, alles wat je tot je mag laten komen, je hebt overal een eigen keus in. We gaan ook zo meteen, en dat is altijd heel mooi, er zijn lichtmeesters klaar, dat als jullie instappen, er zijn er al vele ingestapt, zie ik. Die krijgen dus 2 engelen, vandaag engelen, bij zich om jou te helpen. En ook zal je merken dat er ook lichtmeesters zijn om juist vanuit een bepaald gevoel die assisteren in healing om jou te laten weten wat allemaal voor jou nodig is, te laten voelen. Want de engelen die geven de boodschappen en de lichtmeesters zijn er om te assisteren vandaag in de healing. Om jou vanuit dat diepe, onbewuste, alle pijnen te laten transformeren. En zoveel als mogelijk is. Want we zitten en blijven altijd in ons proces. Maar wat een verademing om dit vandaag mee te mogen maken. Deze kans komt niet meer terug. En ik veronderstel uiteindelijk, en zou ik de astrologen moeten vragen, ik veronderstel nooit meer. Dit is vandaag, naar mijn gevoel, de enige kans om de engelenpoort van 555 mee te kunnen maken. En je kan natuurlijk altijd nog snel even bellen naar de astrologen, maar je kan ook voelen wat ik voel. En als je diep in jezelf voelt, dan weet je, dan weet je. En sowieso is het vandaag een unieke kans. En Wim vraagt nog even of hij ook liefde en kracht mag sturen naar de mensen die het nodig hebben en het goed kunnen gebruiken. Nou, daar wordt aan gewerkt, Wim. En je weet het, we hebben het er altijd over, dat het altijd belangrijk is dat mensen daar ook zelf in mogen en kunnen beslissen. Natuurlijk zijn er de engelen en de lichtmeesters vanuit het universum. En we gaan zo de healing in, Wim. En misschien stap je ook wel in. En misschien schrijf je ook nog de brief. Want ik had het vermoeden dat je ook iets zou willen schrijven. Dat gevoel heb ik heel sterk gehad. Dan is die altijd nog welkom. Want ik vind het ook heel fijn om ook jouw mooie stuk, wat jij gaat schrijven, ook te gebruiken voor in een uitzending. En dat maakt dat je het samen doet, Wim. En dat zou ik heel fijn vinden. Dus misschien pak je zo meteen ook de pen. Voelen jullie wat er gebeurt nu? De lichtmeesters zijn ook bij jullie als je instapt. Nummer onderin belt. Je komt in poort 5. Nou, dat is ook heel mooi. Dat box wordt het altijd genoemd. Maar vandaag is het poort 5. En we stappen meteen in de poort van de healing. En als je ingestapt bent, dan zal de deur sluiten. Maar mocht er iets onverhoops gebeuren, er staan ook lichtmeesters om voor jou de deur te openen.
omdat ze weten dat het voor jou nodig is en belangrijk is dat jij instapt. Kies voor optie 5. Ik hoop dat jullie zometeen allemaal, het liefst allemaal, in die Engelenpoort aanwezig zijn. Ik ben er in ieder geval en je zal de grote kracht zeker mogen ervaren. Verder ga ik jullie een hele fijne dag wensen. Heel veel bevrijding voor jullie allemaal. En laten we in vrijheid verder gaan. Ook met deze uitzendingen. Zo mooi dat jullie er zijn. Dank je wel voor jullie support. En ook voor al jullie feedback. Dank je wel en tot gauw. Dag. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS Voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde. Stel nu zelf je vraag. SMS Voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is Mijn Toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is Mijn Toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Een medium of coach van Dit is Mijn Toekomst belt u het voordeligst met behulp van credits. Op de website van Dit is Mijn Toekomst kunt u deze eenvoudig aanschaffen. U kiest een bundel naar uw behoefte en belt meteen voordeliger met een coach via ons lokale nummer, dus niet meer via ons 0909-nummer. Heeft u niet al uw credits verbruikt tijdens een consult, dan kunt u de overgebleven credits gebruiken voor een volgend consult. Deze blijven namelijk bewaard in uw persoonlijke account. Naast het bellen met een coach kunt u ook onze andere diensten gebruiken met behulp van de Dit is Mijn Toekomst credits. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Heb jij de nieuwe chat al geprobeerd bij Dit is Mijn Toekomst? Handig voor korte vragen over werk, liefde of je toekomst. Bekijk snel welke coaches er nu voor je klaarzitten op ditismijntoekomst.nl. Nieuw, de chat van Dit is Mijn Toekomst. Handig om bijvoorbeeld een fotoreading te doen. Chat met een coach van Dit is Mijn Toekomst waar en wanneer je maar wilt. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Ben je benieuwd wat de komende maanden je gaan brengen? SMS dan Tarot naar 2030. Aan de hand van de Tarot kunnen onze coaches een kijkje voor je nemen. Ben je benieuwd of je een nieuwe liefde gaat ontmoeten? Wil je al een tijdje een nieuwe baan? Of graag verhuizen en weten of dat nieuwe huis er eindelijk komt? SMS Tarot naar 2030 en onze coaches vertellen jou wat er op je pad gaat komen. Nieuw bij Dit is Mijn Toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl. Onze gespecialiseerde astrologen en tarotleggers vertellen je graag wat er op je pad gaat komen. SMS Toekomst naar 2030 en laat je toekomst voorspellen. De coaches van Dit is Mijn Toekomst staan bekend om hun snelle en accurate consulten. Naast telefonisch zijn de coaches ook te bereiken via SMS. SMS Voorspelling naar 2030 voor al je vragen. De coaches krijgen regelmatig vragen over financiën, carrière en de liefde.
Stel nu zelf je vraag. SMS voorspelling naar 2030. Nieuw, gratis welkomstconsult van Dit is mijn toekomst. Ben je nog niet bekend met de coaches en mediums van Dit is mijn toekomst? Probeer het dan nu gratis uit. Ga nu naar www.ditismijntoekomst.nl/gratis en maak vandaag nog kennis met de beste coaches en mediums van Nederland. Nieuw bij Dit is mijn toekomst. Chatten met de beste coaches van Nederland. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl en bekijk snel wie er nu klaar voor je zitten. Ideaal voor korte vragen over liefde, werk of je toekomst. Ga nu naar ditismijntoekomst.nl.